Goedemorgen, het is alweer 10:15. Jetlag, lui. Maar ja, het is zondag, dus ik mag voor mezelf nog één dagje lui zijn. En dan morgen ga ik weer aan het werk. Nu ook trouwens. Het is echt bijzonder, sommige mensen kunnen in hun vlogs als ze net wakker worden zo zeggen: good morning! En dan zijn ze meteen super vrolijk. Nou heb ik allereerst altijd echt een ochtendstem, iedere ochtend. En als ik wakker word, denk ik nooit echt: good morning! Dus ja, jullie moeten het hiermee doen. Ik heb gisteren bij de bakker een lekker zondags ontbijtje voor mezelf gehaald. Dit is een croissant met amandelspijs. Nooit gegeten, ben heel benieuwd. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor, maar ik ga toch even hardlopen. Denk heel kort weer, net als gisteren 4 kilometer. Ik zie op Instagram alleen maar mensen die aan het hardlopen zijn. Het ziet er zo lekker uit buiten, dus ik ga nu even hardlopen. En zoals je misschien wel ziet, heb ik die schoenen die een paar dagen geleden nog zo modderig waren, schoongekregen. Dit zijn dus mijn favoriete hardloopschoenen. Ik hoop dat ik ze nog schoon krijg. En wat ik andere mensen altijd afraad, ik heb ze in de wasmachine gedaan, want er was echt geen land meer mee te bezeilen. Ze zijn nu wel schoon, maar dit schijnt niet zo goed voor de zool te zijn en voor de elasticiteit van de schoen. Heel kort en zacht programma gehad, fijne was. Nee, ik denk dat het 30 minuutjes was. Ik hoop dat ik de schoen niet al te veel schade heb toegebracht. En ik ga dit in ieder geval niet nog een keer herhalen met deze schoenen. Maar ja, met die modder kon ik er ook niks mee. Oké, 4 kilometer met een pace van 5-4. Super lekker. Het was koud, maar echt super lekker. Ik moet wel eventjes weer wennen aan die kou naar Curaçao. Ik merk dat mijn longen nog wel even een beetje zwaar hebben. Maar ik hou echt van dit soort hardloopweer. Voor mij mag het heel de winter dit weer zijn. Wishful thinking. Oké, klaar om naar mijn ouders te gaan. Of nou ja, klaar. Ik moet echt nog heel veel doen. Maar dat ga ik bij mijn ouders maar doen. Want anders ben ik veel te laat daar. Dan ga ik lekker zitten werken terwijl we een familiefeest hebben. Top! Ik heb mijn Zara jurkje aan. Ik kreeg heel veel vragen over dit jurkje. Hij is dus van Zara en volgens mij is hij nog te koop. Jas is van Maje, tas van Gucci. Hoe vaak heb ik dat al gezegd? En mijn schoenen zijn van Omoda. En die heb ik gekregen. Voordat ik naar mijn ouders ga, ga ik eerst nog even naar de Jumbo. Want een van de dingen die ik nog moet doen is het maken van een recept. Ik ga een kruidnotjescake maken. Het recept moet over 2 uur al op mijn blog staan. Dus er zit nog wel wat haast bij. En ik hoop dat het dus lukt, want anders dan heb ik een kut recept. Mag niet vloeken in mijn vlog. Maar ik doe het lekker toch. Dat rijmt. Ik ben de rijmpiet. Ik kan het belangrijkste ingrediënt niet vinden. Kruidnoten. Fun fact, ik had net bijna heel veel schade aan mijn auto aangericht door rechtdoor te rijden hier. Ik denk, oh, rij gewoon rechtdoor de parkeerplaats af. Maar ik zag nog net op tijd dat hekje voor mijn neus. Zou niet zo mooi geweest zijn. Ik denk dat ik dan mezelf erg hard voor mijn kop had geslagen. Ik weet ook wel eens dat je een heel mooi nummer dan in de auto hoort. En dat je dan niet de auto uitgaat omdat je het nummer zo mooi vindt. Dat heb ik nu up and up van Coldplay. De lange versie. De reden dat ik bij mijn ouders bak is heel simpel. Allereerst hebben we hier alle ingrediënten van bloem en dingen allemaal in huis. En daarnaast hebben we 2 ovens. En ik heb een krakkemikkig ding. Mijn eigen oven past niet eens een cakeblik, dus ja. Yeah. Het is niet mijn mobiel. Oh ja. We zijn tegelijk aan het bakken. Koken, ja. Koken, bakken. Mespuntjes uit. Roos is blinis aan het maken. Ik ben bezig met mijn kruidnootcake. Moet nu is het beslag eigenlijk ook klaar. Ik moet hem zo in de oven gaan zetten. Hij moet over 1,5 uur moet hij al af zijn. Het is het de mespuntjes uit? Ja. Het beslag. Stop. Oké, het is nu letterlijk 5:05 en hij is net klaar. Ik ga even proeven. Heel lekker. Het ziet eruit alsof het een tijgerprintje heeft. En het is heel lekker. Hey, ja, maar nee, dat is geen gezicht, joh. Papa? Ja, maar ik zie er helemaal niet uit. Nou. Lekker?
vanochtend bij mij geslapen. Wat zeg je? Dat hij vanochtend bij mij heeft geslapen. Ik vind het Felix weer in het donker. Hij is zo lief. Mama en ik waren op slag verliefd. Ja. Hij heet Boor. Ja, Boor. Boris. Heb je dat bedacht? Nee. Nee. Ja, eindelijk aan de vent. Leuk, dat is wel nice. Hij heeft net een nieuwe kwastenset gekregen van mijn vader. Voor de gezicht. Ja. Ik denk als ik de kleine doosje inpakt, dat is zo klein. Roos is lekker bezig geweest. Roos heeft homemade blinis gemaakt met zalm en fris. Iedereen in zijn huis is nu 9:50. Ik ben even mijn stukken voor metro aan het afmaken. Om 10:00 is mijn deadline, dus ik heb nog 10 minuten. Ik heb een hele goede nieuwe partner. Dit is Boor. Een knuffel die ik van mijn zusje Sinterklaas heb gekregen. Ja, voor 10 minuten is mijn deadline. Dus ik ga even dus nog opschieten. En dan ga ik daarna lekker ook naar huis. Klaar. Een mailtje van een meisje die. Die heb ik zeg tegen mijn vlog, pap. Ja? Ik ben net tegen mijn vlog aan het praten. Oh, okay. Ik kreeg net een mailtje van een meisje die volgend jaar. De New York Marathon gaat lopen voor Kika. Ze heeft posters ontworpen van de. Nou, van alle marathon majors. Die je kunt bestellen. En daarmee haalt ze geld op. Het ziet er echt super leuk uit. Goed, hè? Ja. Als je wil bestellen, moet je eventjes naar. Ik zet de link wel eventjes hier beneden. Okay. Vind je jezelf grappig of zo? Oh, hier hou ik van. Tijd om te krabben. Ik heb wel vooruitverwarming, maar het duurt me allemaal net even iets te lang. Weet je wat ik vandaag alweer bijna vergeten was? Mijn adventkalender. Het is vandaag 4 december. Wow, 4. Tijd voor kerstmuziek. Pasta en vino, ja, ben ik het ook mee eens. Dus ik heb gisteren de posters, omdat ze zo opgerold zijn, in dit boek gedaan. Even kijken of, hoe het daarmee staat. Nou, die zijn nog steeds vrij opvallend. Ik lees er nu even bovenop. Misschien zijn ze volgend jaar glad. Oké, tijd om mijn make-up eraf te halen en om te gaan slapen. Want morgenochtend moet ik heel vroeg op. Want ik moet 9:45 in Hilversum zijn. Maar voor die tijd moet ik deze video al geëdit hebben. Dus tijd om te gaan slapen. Het is inmiddels alweer 11:45. Ik had niet mijn mailbox moeten openen om 11:00. Tijd vergeten. 11:45. Ik moet nu echt gaan slapen. Mijn werk zat om 6:30. Deze baby heeft eigenlijk gewoon 8 uur slaap nodig. Maar ja, dat gaat niet meer lukken. Oh, ik ga slapen. Tot morgen. Dankjewel voor het kijken.